Als hij op zijn buik ligt, gaat hij al in zijn achteruit. En dat is het eerste tijgeren. Oh, kijk. Kijk, daar gaat hij. Wauw. Als ik dit zo zie, dan denk ik, is het een jaar geleden bijna. Ja, dat gaat heel snel. Bizar, toch? Eline voelt zich niet helemaal lekker als hij 6 maanden zwanger is van haar tweeling. En wat lijkt op bekkenpijn, blijkt later het begin te zijn van haar bevalling. Ze bevalt uiteindelijk spontaan thuis van haar eerste zoon, Ian. Bij aankomst van het mobiel medisch team wordt Eline met spoed naar het Erasmus gebracht, terwijl Ian thuis blijft en de nodige hulp krijgt van de traumaartsen. Eline krijgt te horen, terwijl ze in het ziekenhuis is en in afwachting is van haar tweede baby, dat Ian na een uur thuis is overleden. 3 dagen later wordt hun tweede zoon, Nout, geboren. Met een gewicht van ruim 1 kilo is hij voor zijn leeftijd een gezonde jongen. En na een lange ziekenhuisperiode mogen ze eindelijk naar huis. Een bijzonder verhaal waarin geluk en verdriet niet dichter bij elkaar had kunnen liggen. En inmiddels is het alweer bijna 1 jaar geleden. Ik ben heel benieuwd om te zien en te horen hoe het nu met ze gaat. Nou, goed verder. Dank je, dank je. Kijk eens. En daar is hij. Zo, hallo dames. Wat ben je aan het doen? En we spelen. Oh, jullie zijn aan het spelen. Oh, want jij bent de fysiotherapeut, hè? Begreep ik. Ja. Leuk. En wat ga je doen? We zijn nu bezig met zijn zitten aan het oefenen. Dan help je hem naar het volgende stapje in zijn ontwikkeling. En hoe doet hij het? Hij doet het supergoed. Ja, echt waar? Ja, wat hij goed. Is echt heel, heel eager ventje. Wil heel graag dingetjes beleven en ontdekken. Heel knap van hem. Dat is wel hem. Leuk om te horen. Toch? Zeker, want je moet ook steeds stappen vooruit gaan als je dan weet wat je dan kan doen en waar je in kan begeleiden. Dat helpt Nout ook, zeg maar. Oh, wat goed. En het liefst zou die ook al hier door het huis verplaatsen. Maar ja, motorisch is dat nog best een zware job. Dus hij is in zit, wil hij al naar een andere houding. Ja. En als hij op zijn buik ligt, gaat hij al in zijn achteruit. En dat is het eerste tijgeren. Oh, kijk. Kijk, daar gaat hij. Wauw. Als ik dit zo zie, dan denk ik, is het 1 jaar geleden bijna. Ja, dat gaat heel snel. Bizar, toch? De tweede baby heeft nog 3 dagen in de buik gezeten na het overlijden van zijn broer Ian. Baby Nout ligt inmiddels stabiel op de afdeling neonatologie. Zo, kijk, dat is beter. Ja. Nu bent. Zo, als je het papa naar brengen. De komende weken zullen Eline en Kevin in het ziekenhuis verblijven in de hoop dat alles goed mag verlopen met Nout. Die daar eigenlijk natuurlijk naast zijn broer Ian had moeten liggen. Handen goed. Ja. Voor het zo met dezelfde handen niet goed liggen. Ja. Dat die moppen. Dat je eerst dat je denkt zo'n hummeltje en ook dat je denkt dat paste was heel vlot en ook nooit verwacht dat die zo snel allemaal gaat en groeit en doet. En is er nog iets wat je merkt aan zijn prematuriteit? Hij is heel snel overprikkeld, dus hij heeft heel snel last van prikkels en vindt dat heel lastig om te verwerken. En dan merk je, nou, zoals nu, dan is het wat drukker en dan merk je dat eigenlijk de dagen daarna dat hij heel slecht wil slapen. Ons heel veel nodig heeft om te slapen. Oh, ja. En heel erg bang is om als hij dan slaapt dat hij alleen is. Ze had dit nu niet laten merken, maar dat komt er dan vannacht of morgen. Dan is het eigenlijk niet meer willen spelen en eigenlijk alleen maar op je arm. Och. Willen zitten en eigenlijk zelf ook even niet meer zo goed weten wat hij zelf wil. Een verjaardag, daar kunnen we eigenlijk niet heen. Of als we naar het ziekenhuis moeten, is dat eigenlijk de enige activiteit die we in de week kunnen doen. Oh, echt waar? Dat klinkt toch wel heel intens. Hé, grote vent. Wat ben jij groot geworden, man? Wil je even lekker bij mama zitten? Ah. En hoe ervaren jullie het zelf? Ja, het is vooral wel wennen en ook meer naar je omgeving. Want ja, het is toch wel anders dan dat je een kindje hebt met 40 weken of met 36 weken. Dus het is soms ook wel heel veel moeten uitleggen. Ja, maar dan hè, een heel uurtje mag. Wat moet je uitleggen? Ja, maar ik pas wel even op. Maar ja, het is als iemand even oppast, dan heb ik er soms meer last van dan dat ik even nergens naartoe ga. Want hij moet daarvan bijkomen als er weer iemand zou komen oppassen. Dat kan hij eigenlijk qua prikkels helemaal niet zo goed verwerken. We mogen daar verder niet over klagen. Maar ondanks dat het goed gaat, vergt het best wel nog wat van jullie, van jullie vermogen. Om te plannen en het zo te puzzelen dat hij niet overprikkeld raakt. Ja.
Herken jij het verhaal van Overnout bij andere prematuren? Ja, als je te vroeg geboren bent, dan heb je nog niet een afzenuwstelsel. Dat is nog net niet helemaal rijp. Die rijping gaat dan plaatsvinden tijdens dat je op de wereld bent. Met alle indrukken en prikkels die van het uit de baarmoeder zijn er al op het kindje afkomen. Dus dat is veel wat hij moet handelen met een systeem wat nog niet af is. Ik zie hier allemaal mooie dingetjes van Ian staan. Ja. Ja. De foto's. Foto's, handjes enzovoort. Een afdrukje, ja. We hebben een beeldje ook laten maken. Die is ook binnengekomen. Dus... Wauw, mag ik hem pakken? Ja, hij is wel heel zwaar. Oh, kijk nou. Ach, kijk eens. Ik vind het bijzonder hoe het snoetje van Ian, zijn gezichtje... Ja, gewoon alles details staan erop. Bizar? Ja, voor mij is dit eigenlijk een van de weinige dingen die nog een beetje tastbaar zijn. Dus dat is wel, heeft heel veel waarde. Het is ook zo'n urn. Zover zijn we nog niet gekomen. Oh. Dus uiteindelijk komt Ian dus ook in het beeldje. En dan zie je daardoor ook altijd bij ons. Wauw, dit is een beetje de gedachte. Mooi. Mensen. We hebben Ian er nog bewust nog niet ingedaan. Omdat we nog een beetje zitten met hem. Straks gaan we op vakantie. Dit is wel iets moois, iets tastbaars waar je met z'n drieën dan hebt. Maar ja, laat je Ian dan alleen thuis? Of wil je hem dan meenemen op vakantie? En zo'n beeldje, dat is wel een beetje kostbaar om dat mee te nemen. Ja, te fragiel ook. Ja. Als het stuk gaat, ja. Toen we het beeldje nog niet hadden, gingen we ook een weekendje weg. Het eerste weekendje. En toen 5 minuten voordat we de deur uit gingen, dachten we, oh, laten we Ian staan. Of nemen we hem mee. Dus toen hebben we hem ook meegenomen. Dus nu een beetje twijfel van, wat gaan we doen? Gaan we alsnog ook een kettingje maken? Zodat dat je hem dan alsnog voor je gevoel mee hebt. Bij hebt, en ja. Dat je niet alleen thuis laat. Want ja, nou laat je ook niet alleen thuis. Oh. Wat mooi. Jullie willen eigenlijk helemaal niet weg zonder Ian mee te nemen. Ja. Hoe ervaren jullie het om zonder Ian door te gaan, te leven? Lastig. Je staat bij heel veel dingen stil. In je hoofd heb je natuurlijk altijd gewoon nog 2 kinderen. Je hebt ze altijd, maar het is wel lastig. Want nu komt zijn verjaardag eraan, hoe ga je het vieren? Want iedereen vraagt, wat wil nou voor zijn verjaardag? Maar je denkt ook, ja, maar Ian is er ook. Maar hoe ga je dat vormgeven? Ja. En dat maakt het soms wel lastig. Dat je denkt van, ja... Zijn er soms ook nog wel een beetje zoekende in? Hoe zouden jullie het gemis van Ian omschrijven? Het is ook een beetje een leegte. Het is ook gewoon nog steeds... je mist toch, zeg maar, de tweede. Die er eigenlijk gewoon bij had moeten zijn. Ze zijn heel blij mee dat ze goed kunnen leren kennen. Daar zijn we heel blij mee. En dat hij ook zo goed groeit. Ik bedoel, voor ons is het toch wel... alsof dat hij daarmee extra geholpen wordt of zo. Ja? Een soort van gevoel. Heb je het gevoel dat Nout iets aan Ian heeft in zijn ontwikkeling? Soms wel. Kijk, het is een tweeling en daarvan hebben ze altijd gezegd, die hebben altijd een hele sterke band. Nou. Dus ja, je weet het niet hoe dat zit. Ja, ja. Nou, ik vind het bijzonder om te zien hoe jullie, ondanks het verdriet en het gemis van Ian, ook heel erg genieten van Nout. Ja. Wil je het verhaal van Ian en Nout rustig terugkijken? Of ben je benieuwd naar de andere verhalen van de baby's die we gevolgd hebben in ons programma? Ga dan naar NPO Start. Daar staan alle afleveringen van Handen aan de Couveuse.